Het AZC Inter Apel, vrienden, is onveilig. Dat hebben we gelezen, ja, in de krant. En ik kreeg gelijk een bericht, ja, gewoon uit het centrum van het AZC, van een COA-medewerker. En die schreef mij, ja, met een waarschuwing en met een noodkreet: Harry, je moet hier iets over zeggen, want het is hier zo'n grote puinhoop. De mensen weten voor de helft niet wat hier gebeurt, omdat het niet in de media komt, niet in kranten en tv. En COA houdt ook het mondje dicht. Hij schrijft: steekpartijen zijn er dagelijks, afpersing en geweld, en ook zeker tegen homo's. Binnen het AZC, zegt hij, wordt er constant ingebroken. Mensen breken bij elkaar in en stelen dan. Hij zegt, dat zijn allemaal criminele bendes eigenlijk, die zo door Europa trekken om geld te verdienen. En die stelen dan telefoons en sieraden en geld en weet ik veel. En dat doen ze allemaal onder elkaar. En als je dan die daders te pakken hebt, hij zegt, dan mag je ze ook niet in een, zoals we dat noemen, in een holdingcel zetten. Hij zegt, dat mag niet, want dat is dan beroving van de vrijheid. Hij zegt, dat mag niet meer. Dus dan staan wij daar maar met die daders te wachten op de politie. En we hebben geen handboeien, dus dat is hartstikke onveilig. Dagelijks, schrijft hij, blijven ze maar komen. En het zijn junks, zegt hij, en het zijn criminelen. Maar niet alleen in het AZC, hij zegt, ook in Ter Apel zelf is het ongelooflijk gevaarlijk. Hij zegt, in die supermarkten lopen ze allemaal met messen rond. En hij zegt, de beveiligers die daar weer rondlopen, die hebben nu allemaal steekvesten, moeten ze tegenwoordig dragen, om zichzelf een beetje te beschermen. Hij zegt, het COA doet gewoon veel en veel te weinig. Ze zetten geen mensen uit. Hij zegt, de oplossing zou zijn, alle Noord-Afrikanen weren. Hij zegt, niemand er meer in. Hij zegt, want die zijn echt crimineel. En als we die gaan verspreiden over Nederland, dan zitten straks heel veel woonwijken in Nederland met criminele bendes en tuig opgescheept. Dit is de noodkreet, vrienden. En de waarschuwing van een COA-medewerker uit Ter Apel.